De gemeenten in het noorden en oosten van Gelderland houden het weer nauwlettend in de gaten. Want de kans op ijzel is in deze gebieden groot. Want daar komt de vorst in de loop van de nacht en morgenochtend naartoe. En zo'n beetje ruwweg over de Veluwe en het noorden van de Achterhoek. En juist daar, met wat lichte regen, kan het aanleiding geven tot de lichte regen. Die dan meteen bevriest op voorwerpen, struiken en op bruggen en viaducten. En niet op de grote wegen. Want daarvoor is de ondergrond niet koud genoeg. Taferelen zoals in het noorden van het land hoeven we hier niet te verwachten. Het is niet koud genoeg en in Groningen en Drenthe, waar het wel behoorlijk aan het ijzelen is, daar hebben ze in het weekend al kennis gemaakt met koude lucht vanuit Duitsland. En wij krijgen pas vannacht voor het eerst met die koude lucht te maken. En morgen overdag trekt de kou alweer weg. Maar vannacht en morgenochtend kan het wel degelijk lokaal glad zijn, waarschuwt Meteo. Sommige gemeenten zijn al begonnen met preventief strooien, zoals gisteren in omgeving Oldebroek. Wij hebben dus twee soorten routes, de A-route en de B-routes. En de A-route die gaat altijd preventief strooien, gelijk met Rijkswaterstaat en de provincie. Of het preventief strooien zin heeft, is de vraag, want vanavond regent het waarschijnlijk voordat de ijzel komt en dan spoelt het zout weg. Maar alle gemeenten hebben strooiwagens klaarstaan voor het moment dat het echt glad wordt. En er is zout genoeg.